Hoi allemaal, welkom alweer bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 9 november en het is nu 4:15 'smiddags. Als jullie iets horen, dan is dat de douche. Op mijn kamer hoor je de douche heel erg goed, dus als je het hoort, is het dus de douche. Ik heb vandaag weer gewoon de hele dag thuis mogen werken aan stage. Dus dat vind ik altijd wel heel erg fijn. Ik ga natuurlijk niet onnodig reizen als het niet per se nodig is. Dus ik heb gewoon weer lekker de hele dag om mijn kamer zitten, om mijn bureau. Ik heb niet heel veel stage hoeven te doen, eigenlijk echt bijna niks. Dus ja, ik heb ook heel veel op mijn telefoon gezeten vandaag. Maar ik heb over een half uur afgesproken met mijn oma, omdat we eventjes de hondjes met mijn vader naar de dierenarts gaan brengen, omdat de nageltjes weer geknipt moeten worden. Ik weet niet of we dat trouwens bij de dierenarts doen of bij de kapper. Maar in ieder geval met mijn oma moet ik die er even naartoe brengen. Dus dat ga ik met haar doen. En verder hoef ik vandaag niks meer te doen. Ik weet ook niet wat morgen de planning is. Of ik naar kantoor moet of niet. Ik weet het de rest van de week ook niet. Dus we zullen het allemaal wel zien. Maar ik ga jullie weer lekker meenemen deze hele week. Ik ga trouwens niet de weekenden filmen. Ik denk dat zeg ik eventjes. Omdat ik in het weekend gewoon met mijn vriend ben Dion. En ik wil dan gewoon lekker met hem leuke dingen doen. En gewoon met hem zijn. En niet per se de hele tijd met de vlogcamera bezig te zijn. Dus de weekvlogs worden echt van maandag tot en met vrijdag. En dan komen ze dus een keer online, waarschijnlijk op een zondag of een maandag of een dinsdag of zo. Dat zien jullie dan wel. De vorige weekvlog was op zondag online gekomen en dat vond ik eigenlijk wel een hele chille dag. Dus misschien dat ik dat gewoon vertalen ga doen, maar dat laat ik nog wel even weten in de volgende weekvlog. Maar ja, welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Hebben jullie er zin in, doe dan alvast het blauwe duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren onder op mijn kanaal. En dan laten we maar gauw gaan beginnen met deze week. Welkom weer bij de volgende dag. Het is vandaag dinsdag 10 november en het is nu 10:10. Ik mag vandaag weer thuiswerken van stage, maar ik heb echt helemaal geen zin in vandaag. Het is wel echt heel mooi weer. Maar ja, ik heb gewoon een chill outfit aan. Ik heb gewoon een trui aan, een sportlegging, ook van Nike en gewoon sokken. Ja, ik heb er vandaag gewoon echt geen zin in. Ik weet ook niet waarom. Ik heb ook gewoon nergens zin in. Ik denk, nou, ik ga lekker een YouTube video opnemen, maar ik heb ten eerste geen idee wat ik zou willen opnemen. Dus ja, ik weet het echt niet. Maar ja, maar in ieder geval, ik neem jullie vandaag weer gewoon gezellig mee. Er staat vandaag niks op de planning, dus we zullen het allemaal wel zien wat ik vandaag ga doen. Dus ja. Nou guys, het is 11:45 en ik heb weer wat werk gekregen van stage. Ik moet weer een video editen die hun gisteren hebben opgenomen. Gisteren konden er namelijk maar 2 mensen komen. En we zijn zelf met 4 mensen. Dus ik mocht gewoon thuis blijven om thuis te werken. En er gingen er 2 filmen van het bedrijf. En nu ga ik de video dus even editen. Even kijken. Dus nu ga ik eventjes een eerste versie maken en dan stuur ik hem weer door. En dan kunnen hun aanpassingen en feedback geven. En dan doe ik dat ook gelijk eventjes verwerken in de video. Het is vandaag woensdag 11 november en het is nu 12:30. Vandaag was ik echt al super vroeg wakker. Dus ik ben eigenlijk gelijk begonnen weer aan stage. Ik had namelijk nog de opdracht van gisteren en die moest vandaag af zijn. De tweede versie, dus die heb ik al een half uurtje geleden denk ik gestuurd of zo. Het is dus nu 12:30 en ik ben net even naar de winkel gegaan. Want ik had echt super veel zin in van die afbakbroodjes met, weet je, zoals eiersalade en kipkerrie. En dat heb ik dus gehaald. Maar ik heb ook gelijk alvast voor dit weekend, voor als Dion komt. Want Dion komt dit weekend naar mij. Alvast even wat lekkere dingetjes gehaald. Aangezien ik waarschijnlijk, ik kan wel even kijken. Maar volgens mij moet ik donderdag en vrijdag, dus morgen en overmorgen, wel gewoon naar stage. Even kijken in de kalender. Oké, maar ik moet dus volgens mij, als het goed is, gewoon donderdag en vrijdag naar stage. Maar dat weet ik dus niet zeker. Maar daarom dacht ik, dan koop ik nu alvast gewoon wat lekkere dingetjes voor de vrijdagavond en eventueel de zaterdag. Dus dat ga ik jullie even laten zien. Geen idee of het jullie boeit, maar het is wel gewoon leuk om te laten zien. Als eerste heb ik deze Doritos chips. Dit is de Sweet Chili Pepper flavor. En Dion vindt deze heel erg lekker. Dus ik heb deze meegenomen.
En ik hou sowieso echt van iedere chips. Het maakt me echt niet uit welke je maar geeft. Ik vind echt alles lekker. Verder heb ik ook de Lay's Overbaked Roasted Paprika Flavor gekocht. Die vinden we ook allebei heel lekker. Dan heb ik deze pindarotjes gekocht. En dit zijn echt... Dit vindt Dion zo lekker. Dit is echt zijn favoriet. Dus die heb ik voor hem meegenomen. Verder heb ik Autodrop meegenomen. Hierin zit echt gewoon van alles. Dus ja, we vinden allebei hier wel iets van lekker. Dus die. En ik heb deze snoepjes meegenomen. Maar ik denk dat ik die dadelijk al ga openmaken. Want dit zijn echt mijn favoriete snoepjes. Of één van mijn favoriete snoepjes. En die zijn maar een euro. Echt, ja, dan kan ik het echt niet laten liggen. Dus die heb ik me meegenomen. En het zal me ook niks verbazen als die vandaag al op is. En verder heb ik ook nog drinken meegenomen. Ja, drinken. Dit vind ik gewoon leuk. Want ik wilde dit eigenlijk allemaal in een soort mandje doen of zo. En dan movie night of zoiets. Ik weet niet. Ik had wel een leuk idee. Maar als ik moet kiezen, dan is denk ik Cassis toch wel mijn favoriet. Dus Cassis en Dion vindt volgens mij Dr. Pepper heel lekker. Dus dat heb ik allemaal gekocht. Ik heb de afpakbroodjes even in de oven liggen. Dus ik zal dadelijk jullie wel even meenemen als ik de broodjes lekker ga maken en zo. Die moeten denk ik nog 5 minuten erin of zo. Dus ja, dit is alles wat ik heb gekocht. Het was volgens mij iets van 11 euro of zo. Ja, 11,70. Dus ja, dat zijn we ook weer lichter. Ik moet nog even wachten op feedback die ik krijg. En dan kan ik hem denk ik weer gaan aanpassen, de video. En verder ga ik vandaag niet zoveel doen, behalve dat ik om 3 uur ga poetsen weer. De kleine ronde tot 5 ongeveer. Misschien iets langer, dus. Kijk, ik heb deze afpakbroodjes gekocht en die zitten nu in de oven. Kijk, het zijn wel echt van die mini broodjes. Volgens mij zijn ze echt zoiets of zo. Dus ik heb er 3 en dan gaan we even naar de koelkast. Want ik heb dit voor erop. Surinaamse ei. Super lekker. Dus dat ga ik dadelijk klaarmaken zodra de broodjes klaar zijn. Oké, jongens, ze zijn klaar. Oh, ze zien er echt lekker uit, jongens. Oh my god. Oké, jongens, eindelijk ben ik de video weer aan het exporteren. Het is nu 2:55. Ik ben er echt best wel lang mee bezig geweest. Ik hoop dat hij nu wel goed is. We zullen het zien. Als deze dus is geëxporteerd, ga ik hem weer transferen naar mijn stagebedrijf. En dan zullen ze misschien nog feedback geven of misschien niet. We zullen het wel zien. Ik heb dus om 3 uur afgesproken om weer te gaan poetsen. Dus daarvoor ga ik me nu eventjes klaarmaken. Ik ga wel gewoon mijn broek aanlaten. Maar ik ga wel even anders shirt aan doen. Want dit is best wel een goed shirt. En die wil ik niet vies maken of zo. Dus ja, vandaag is een kleine ronde. En bij de kleine ronde doe ik eigenlijk alleen maar boven en onder stofzuigen en dweilen. En de toiletten doe ik dan. Ze hebben er 3 daar. Dus doe ik de toiletten. En verder een beetje opruimen en zo. Maar verder niet echt iets afstoffen of zo. Dat wordt echt bij de grote poets. En de badkamer en zo doe ik ook allemaal bij de grote ronde. En de grote ronde doe ik eigenlijk meestal in het weekend. Dus ja. Hoi guys, het is 5:10. Ik ben net terug van het poetsen. Het huis is echt super clean geworden. Dat vind ik altijd zo satisfying om te zien. Het huis is dan echt super rommelig en vies en zo. En als ik dan ben geweest, dan is het gewoon weer helemaal schoon. Maar het is 5:10. We gaan zo eten. We eten gewoon boontjes met aardappelen en vlees, volgens mij. Gewoon schnitzel. Maar ja, ik ga nu gewoon eventjes totdat we gaan eten wat YouTube en zo kijken. Daar heb ik wel echt zin in. Dus. Hoi allemaal, welkom weer bij de volgende dag. Het is vandaag donderdag 12 november en het is nu 10:45. Ik mag vandaag wel lekker thuiswerken van stage. Ik verwacht morgen ook, want dat weet ik dus nog niet zeker. Maar ik heb eventjes gedoucht en ik wilde jullie even dit maskertje laten zien. Dit is echt een aanrader. Deze vind ik zo chill. Deze is van L'Oréal Paris. L'Oréal Avive. Het is de Dream Length maskertje. En die vind ik zo chill voor mijn haren. Ik heb hem ook echt al super veel gebruikt. Het ruikt mega lekker. Je haar ruikt echt 2 dagen lang naar dit masker. Echt super lekker. Maar ik heb eventjes gedoucht. Dus ik ga even mijn skincare routine doen.
Dus ik dacht, dat ga ik even laten zien. Ik gebruik echt al jaren hetzelfde. Maar ik gebruik deze als eerst eventjes. Ga ik gewoon één keer helemaal over mijn gezicht. Het gewoon even goed schoon te maken allemaal. Alles bij mij altijd. Dan gebruik ik tea tree water en de mijne lekt weer. Ik heb dat echt altijd bij deze verpakkingen van Lush. Heel irritant. Maar je kan het of op een wattenschijfje spuiten en dan over je gezicht heen gaan. Of je kan dit gewoon meteen spuiten op je gezicht voor een verfrissing of zo. Dus dat doe ik altijd. Dan ga ik heel eventjes mijn wenkbrauwen doen. Want ik zie dat ik weer een aantal haartjes heb die er weer uit kunnen. Laatste met mijn Nivea Soft. Ik hou van dit spul. Ik gebruik het ook echt al jaren als dagcreme en nachtcreme. En ik vind het super chill. Ook altijd even met zo'n spoelieborsteltje mijn wenkbrauw en mijn wimpers door. En als laatste borstel ik ook nog eventjes mijn haar op. Normaal nu mijn make-up doen, maar ik heb er eigenlijk niet zo heel erg veel zin in. En het is natuurlijk ook niet goed om iedere dag make-up op te hebben. Het is ook goed als je gezicht een keer kan rusten. Dus ik denk dat ik dat vandaag gewoon doe. Ik hoef toch weer nergens naartoe. En als ik buiten wil gaan wandelen of zo, dan boeit me niet zoveel als ik gewoon geen make-up op heb. Ik kom toch nooit iemand tegen. Dus ik ga nu weer even wachten totdat ik weer werk krijg van stage. Ik ga dit ding even naar beneden doen. En verder staat er vandaag weer helemaal niks op de planning. Dus ook niet heel erg leuk. Maar ja, het is niet zo'n hele leuke week deze week. Maar ja. Ik heb trouwens ook bij de Zara een bestelling gedaan. Denk al 2 dagen geleden. Die zou maandag, volgende week maandag, geleverd worden. Maar hij is al verzonden. Dus misschien dat hij morgen of zaterdag binnenkomt. En dan zou ik dat natuurlijk wel nog bij deze vlog plakken. Maar ja. Nou guys, het is nu 7:10. We hebben net gegeten. Jullie hadden kunnen zien dat we hadden afgehaald bij de pizzeria. Ik had een hele lekkere pasta carbonara met penne. Super lekker, maar ik vind altijd dat ze heel veel erin doen. Dus ik heb echt, ik denk meer dan de helft nog over. Dus dat laat ik even afkoelen en dan zet ik het daarna in de koelkast. Zodat ik het eventueel morgen nog kan eten voor de lunch of weet ik veel wat. Ik heb eigenlijk de rest van de middag mijn vlog bewerkt alvast. Deze vlog. Morgen komt trouwens het pakketje binnen van de Zara. Morgenavond. Dus die ga ik natuurlijk nog unboxen voor jullie. Maar dat hebben jullie al lang kunnen zien aan de titel en de thumbnail. Daar heb ik heel veel zin in. Ik heb niet heel veel speciaals gekocht of zo, maar wel leuke dingetjes. Dus ja, dat ga ik laten zien. En verder ga ik vanavond gewoon lekker chillen. Ik ga de vlog nog eventjes helemaal afmaken. Tot nu toe in ieder geval. Zodat ik morgen alleen nog eventjes een beetje hoef te editen. Zodat ik deze zondag weer lekker kan uploaden. Dus dat vind ik heel leuk. En ik hou echt van deze trui. Zo lekker. Hij komt van de Bershka. Ik heb hem ook in die groene kleur. Ik vind die zo chill. Hij is lekker groot, oversized. Maar ja, ik ga nu even lekker de vlog editen. En verder gewoon lekker chillen. Hoi allemaal, welkom maar bij de volgende dag. Dit is ook alweer de laatste dag dat ik ga weekvloggen. Maar het is vandaag vrijdag 13 november en het is nu 10 uur. Ik mag vandaag weer thuiswerken van stage. Ik heb dus gewoon de hele week thuisgewerkt van stage. Vind ik ook nog steeds heel erg raar. Maar ik heb net eventjes gedoucht. Ik heb niet mijn haar gewassen, maar wel voor mijn lichaam. En ik heb gewoon even dezelfde outfit aangetrokken als gisteren. Aangezien ik vandaag weer ga poetsen. Ik wilde eigenlijk de grote ronde doen, maar dat ging niet helaas vandaag. Dus ik doe het nou in 2 delen. Dus ik ga vandaag 2 uurtjes poetsen. Dus dan doe ik bijvoorbeeld alleen de bovenverdieping. En dan ga ik zondagochtend ook nog poetsen. Ook 2 uurtjes. Dus dat is in ieder geval al veel beter dan de zondagochtend bijvoorbeeld 4 uurtjes. Dan ben ik echt heel erg lang bezig. En vandaag heb ik toch niks te doen. Ik heb namelijk geen werk meer voor stage. Ik heb alles al af. En mijn stagebegeleider zelf is naar een filmdag.
Maar wij mochten weer niet mee, omdat er dus maar 2 mensen weer mee mochten. In verband met corona. Dus ik heb eigenlijk helemaal niks om te doen vandaag. Dus ja, dan denk ik van dan kan ik beter vandaag 2 uurtjes poetsen. En dan zondag maar 2 uur. Dan ben ik zo weer klaar. Dus dat is een beetje de planning voor vandaag. Ik ga me nu even opmaken. En verder ga ik mijn eigen kamer helemaal opruimen en poetsen en stofzuigen en zo. Want Dion komt vanavond en ja, mijn hele kamer is echt weer een zooitje. Of ja, niet per se qua rommel, maar meer qua stof en haren en weet ik veel wat allemaal. Dus dat is de planning voor vandaag. En vandaag komt mijn Zara pakketje binnen waar ik heel erg excited voor ben. Dus dat ga ik jullie ook laten zien. Maar ik ga eerst even mijn make-up doen. Ik moet alleen even mijn beauty blender nat maken. Dus dat ga ik even snel doen. Ik moet ook echt mijn kwasten gaan wassen, dus dat wil ik vandaag ook doen. Maar ja, ik ga dus nu eerst eventjes mijn make-up doen, want ja, dat vind ik wel fijn voor vandaag. Dus. Nou, dat zit er ook weer op. Ik voel me echt altijd een heel nieuw mens. Als ik de dag ervoor helemaal geen make-up heb gehad en de volgende dag wel weer, dan voel ik me echt zo anders. Maar ja, ik heb mijn make-up dus nu weer gedaan. Ik ga mijn kwasten nu trouwens gewoon gelijk wassen. Heb ik dat ook weer gedaan. Ik moet nog heel even hier die mascara weghalen. En dan gaan we dus nu eventjes mijn kwasten wassen. Ze zijn echt vies, vooral de beauty blender. Dus die gaan we even wassen, want het is echt nodig. Oké, guys, ondertussen is het alweer 10 over 11. En ik heb heel mijn kamer helemaal opgeruimd. Het is echt weer helemaal clean. Ik zou het jullie even laten zien. Kijk, ik heb de vloeren weer even gestofzuigd en getweld. Verder heb ik natuurlijk mijn bed even opgemaakt. Dat is opgeruimd. Mijn kledingkast. En verder ziet dit er allemaal zo uit. En ik laat hier mijn kwasten even opdrogen. Het zijn er niet zoveel, maar dit zijn mijn everyday kwasten die ik even heb gewassen. Dus dit is weer helemaal netjes. Ja, ik ga nu eigenlijk gewoon een beetje chillen. Ik ga heel even kijken of ik nog wat mailtjes binnen heb gekregen. En verder heb ik eigenlijk dus echt niks meer op de planning. Ik ga dus wel poetsen vandaag, maar ik denk dat ik rond 2:30 of zo daar naartoe ga. En dan ben ik dus 2 uurtjes ongeveer aan het poetsen. Dus het valt allemaal ook wel mee. Oké, guys, het is nu 2:50. Ik heb afgesproken om 2:30 dat ik ga poetsen tot ongeveer 4:30. Dus ik ga me eventjes omkleden. Ik ga denk ik wel gewoon deze lekkere trui aan laten. Maar ik ga wel even een andere broek aan doen. Ik heb nu namelijk mijn sportlegging aan. En dan ga ik dus zo gewoon ongeveer aan fietsen naar het poetsen. Ik hoef dus alleen boven te poetsen vandaag. En zondagochtend ga ik onder poetsen. Dus niet heel speciaals. Oké, guys, het is 4:45. Ik ben alweer een tijdje terug van het poetsen. Sorry, jullie wiebelen heel erg. Want het komt als ik taf beweeg, dan bewegen jullie ook. Maar ik heb zojuist iets doms gedaan. I don't know. Lovies heeft een mid-season sale. En ja, ik ben een sukkel voor sale. En al helemaal voor de leuke shirtjes van Lovies. Maar het is winter en ik heb zojuist 3 shirtjes gekocht. 3! Maar ze waren allemaal in de sale. En ja, ik denk ik moet nu gewoon wel dit kopen. Want ik kan het niet meer. Dus ze hebben superveel leuke shirts in de sale. Gewoon in plaats van 21, 22 euro zijn ze nu 12,50 of 7,50. Ja, sorry, maar 7,50. Wat is dat nou? Dus dat pakketje komt als het goed is morgen binnen. Nu al morgen. Echt Lovies. Die verzendtijd is echt. Dus ja, neem zeker een kijk. Ik zal even laten zien. Oké, zo kunnen jullie het iets beter zien. Maar dit zijn dus alle shirts die nu in de sale zijn. Kijk, 7,50, 7,50, 7,50. Ja, jongens, sorry hoor. Maar ja, dan kom ik gewoon. Ja, dan moet ik dit gewoon allemaal hebben. Dus ik heb er zelf 3 gekocht. Ja, ik kon mezelf niet meer tegenhouden. Maar de shirts die ik heb gekocht laat ik morgen wel zien. Dus ik ga het nu nog niet vertellen, maar stay tuned. Ja, what the fuck. Ik zit wel heel erg leuk te zeggen dat ik het morgen ga laten zien. Maar morgen is het zaterdag en morgen vlog ik niet meer. Maar ik weet nog niet zeker. Nee, ik denk dat ik het in de volgende week vlog ga laten zien. Dus
Als je dat wil zien, stay tuned. Jullie moeten nog een week wachten. Oh, sorry jongens, maar ik ga het denk ik wel in de volgende weekvlog doen. Dan is die namelijk ook wat leuker. Of ik doe het wel in deze weekvlog, maar dat zullen jullie nog wel zien. Maar ik ben weer wat geld kwijt. Maar ja, maakt niet uit. Oké guys, ik had jullie gisteren nog beloofd dat ik jullie de items ging laten zien die ik bij de Zara heb gekocht. De items zijn dus ook echt gisteravond geleverd, maar gisteravond was het alweer te donker en ik had eigenlijk niet zo heel veel zin om de items meer te laten zien. Dus ga ik ze nu eventjes aan jullie laten zien. Okay. Nou, dit zijn de items zoals jullie kunnen zien. Zara verpakt het ook altijd echt super leuk. Dus ja, laten we gaan beginnen met het allereerste item. En het allereerste item is dit hele leuke topje. Jullie kennen deze waarschijnlijk wel, want deze zijn echt heel erg bekend bij de Zara. Ze hebben zeg maar zo'n best wel ronde hals. Maar de meeste mensen dragen ze daarom ook andersom. Dan vallen ze namelijk echt gewoon als een hoge halterbody of zoiets. Ik weet niet precies hoe mensen het noemen. Maar ik ga hem dus ook gewoon zo dragen. Maar ik heb hem nog niet gepast. Ik heb hem in een maatje S, dat is de kleinste maat. En ik heb hem niet per se in een witte kleur, want ze hebben wel een witte, maar dit is echt een ecru kleur. Je kan ook zien dat dit geen wit is. Deze kostte €7,95. En dit is de productcode, maar ik zal ook natuurlijk van alle items een linkje in de beschrijving zetten. Dan gaan we door naar echt een hele leuke broek. Het is meer een soort leggingachtige broek. Maar deze pas ik helaas niet. Deze heb ik namelijk wel gepast. Ik heb deze in een maatje S. Normaal heb ik eigenlijk altijd een XS bij de Zara. Maar ik had al gehoord dat deze broek heel erg klein viel. Dus ik dacht, nou, een S zal wel passen. Maar een S is dus nog te klein. Je kan het ook wel zien. Hij is echt heel erg smal. Het is dus deze broek. En hij heeft aan de onderkant een hele leuke split. Maar verder is hij wel gewoon heel erg strak en skinny. Maar alleen dus echt bij het laatste stukje heeft hij een... ja, een splitje zeg maar. Dus dat vond ik heel erg leuk. Maar deze ga ik dus helaas terugsturen. Misschien had ik hem dan dus van een grotere maat gaan bestellen. Maar dat zie ik allemaal nog wel. En dan ga ik als laatste door met twee spijkerbroeken. Dit is de eerste. En dit is de super elastic broek. Staat erop. Deze heb ik al. Die heb ik echt al, ik denk een maand geleden ook al besteld. Maar ik draag die zo vaak dat ik hem graag gewoon nog eentje wilde. Dus dat is die. Is gewoon een hele basic skinny broek. Deze kost €19,95 en heb ik in een maatje 36. Dit is nogmaals weer de productcode. Ik ben die trouwens bij deze vergeten. Die zal ik ook nog even laten zien. Dit is dus de productcode van die ene legging en die is €17,95. Dus ook echt helemaal niet duur. En dan weer door naar het laatste, dat is deze broek. Ik heb eigenlijk echt geen één broek in deze wasding. Ik heb eigenlijk alleen maar zwarte of donkergrijze broeken. Maar ik zag deze bij iemand anders in de shopblog. En ik vond die bij haar heel leuk staan. En toen dacht ik, ja, deze kan ik ook gewoon proberen. Verder ook gewoon skinny en geen gaten of iets. En de achterkant ziet er zo uit. En dit is dus de Sculpt broek. Die heb ik ook in een maatje 36. En deze kost €25,95. Dus deze is wel iets duurder. Dus dat is die. En dat waren ook gelijk alle items die ik heb besteld bij de Zara. En bij deze ga ik dus ook gelijk de weekvlog afsluiten. Nogmaals, een linkje van alle items die ik in deze video heb laten zien zal hieronder in de beschrijving staan. Dus als je benieuwd bent naar een van deze items, dan moet je even in de beschrijving kijken. Als je deze weekvlog leuk vond, doe dan zeker even dat blauw duimpje omhoog. En vergeet je zeker niet te abonneren, zo mis je natuurlijk geen enkele video van mij. En dan hoop ik natuurlijk dat ik jullie weer zie in de volgende video. Doei!